Onlangs heeft SSCM het 2000ste ISO 14001-certificaat in Nederland geregistreerd. Een belangrijke mijlpaal. Veel bedrijven beschouwen ISO 14001 als de hoeksteen van een goed duurzaamheidsbeleid. Naast de verbetering van de milieuprestaties wordt de naleving van wet en regelgeving geborgd. Daarom is het aantal bedrijven met ISO 14001 de laatste jaren sterk toegenomen. Het 2000ste ISO 14001-certificaat is uitgereikt aan Stavier Holland in Zevenaar. Het bedrijf wil niet aan de zijlijn blijven staan bij een belangrijk onderwerp als duurzaam ondernemen. Daarom heeft het in 2013 zowel het ISO 14001-certificaat voor het milieumanagementsysteem als het OSAS 18001-certificaat voor het arbo-managementsysteem behaald. Wij hebben heel bewust voor 14001 gekozen, op ingeving van onze klant, zowel nationaal als internationaal. En wij hebben ook de overtuiging dat het ons helpt met hoe wij ons profileren en willen profileren in de markt. De veiligheid van onze medewerkers vinden we heel belangrijk. Dit onderstrepen we juist ook met het ISO 14001, want zowel op arbo als ook op milieuvlak creëren we daarmee bewust de kaders die nodig zijn voor een veilige, prettige werkomgeving. De milieurisico's in de productieprocessen van Stavier zitten bijvoorbeeld in het lassen en stansen. De lasrook wordt afgezogen en gefilterd via een ringleiding aan het plafond van de fabriekshal. Voor het stansen gebruikt het bedrijf milieuvriendelijke vloeistof. Ook is er een gesloten circuit waarin het koelwater voor de lasmachines wordt gerecycled. Ook op het gebied van milieu vind ik het belangrijk om een voorbeeld te geven. En een hele praktische die ons daarbij helpt is orde en netheid op de werkplek. En daarin is het belangrijk dat we elkaar aanspreken op houding en gedrag. En ook die orde en netheid in het bedrijf laten zien. De milieucertificering heeft ons ook geholpen om invulling te geven aan de instructie naar onze medewerkers toe. Wat is er belangrijk vanuit het milieu? Wat is er belangrijk vanuit arbo? En uiteraard, wat was altijd en blijft belangrijk vanuit kwaliteit? Heel bewust wordt naar het hele productieproces gekeken. Door gestructureerd aan milieumanagement te doen, worden zaken belicht die anders niet waren ontdekt. De grootste milieuwinst voor ons is bewustwording. En een heel concreet voorbeeld daarvan is, wij hebben twee grote productiehallen waarbij wij naar het energieverbruik hebben gekeken. En daaruit bleek dat in de ene hal 3 keer zoveel energieverbruik was dan in de andere hal. Op dit moment kunnen we dat niet goed verklaren. En dat is ook een onderzoek die we nu heel graag oppakken. Want daar zit milieuwinst in, maar er zit ook financiële winst in. Nu is voor ons het belangrijkste om van bewustwording naar verbetering te gaan. Het ISO 14001-systeem helpt ons hierbij. De bewustwording die hieruit volgt, geeft ons inzicht waar zitten verspillingen, waar zitten verbeterkansen. Zowel financieel als op het gebied van milieu. Ik ben trots op het behalen van het ISO 14001-certificaat. En ik zie dit als een teamprestatie, wat wij met z'n allen hebben bereikt.